allemaal, ik ben deze week met de Wolf. Vandaag wil ik het hebben over verslaving en hoe zwarte magie dat kan beïnvloeden. Dus dat is niet best. Allereerst eventjes, wat is natuurlijk verslaving? Dat kun je hebben om meerdere redenen. Het kan zijn door ADHD, het kan zijn dat het al een beetje in de familie zit. Het kan genetisch zijn. Het kan er zijn omdat je ontevreden bent over iets, of omdat je uitweg zoekt in iets, of gewoon gewoonte dat je hebt opgepakt. Maar het kan er ook zijn door zwarte magie. En hoe gaat dat dan? Er zijn meerdere manieren. Een manier dat ik ken, maar natuurlijk niet doe, is dat er bijvoorbeeld as uit een crematorium wordt gebruikt. Of een haar van een overledene. En dat wordt dan gemengd met wat andere rare ingrediënten. Dat wordt dan magie. En dat wordt dan naar je gestuurd. En de mooiste manier, of moet ik zeggen, het meest accurate, is als het dan in je eten en drinken wordt gedaan en daarmee word je dan vergiftigd. En op het moment dat het dan in je buik zit, dan kunnen er een van de twee dingen gebeuren of allebei. Eén is, het maakt je simpelweg verslaafd. Of twee is, je merkt dat er iets niet klopt in je lichaam en je gaat daardoor juist drinken of een andere verslaving ontwikkelen om dat te verdoven. Een andere manier dat wel eens wordt gebruikt om iemand verslaafd te maken is juist door een andere persoon te helpen. Dus het kan zijn dat iemand anders verslaafd is om andere redenen. En dat mensen dan diegene beter willen maken met vals spelen in plaats van therapie of zo. Door die verslaving over te dragen op iemand anders, naar iemand anders. En dat gebeurt dan ook met een voodoo ritueel. Op dat moment is diegene verslavingsvrij door vals spelen en loopt de ander ermee. Dus dat is niet best. Gelukkig is er wat aan te doen natuurlijk. Vooral als je de bron weet. Dus dat is fijn. Dus dat was het alweer. Laat een reactie achter als je zin hebt. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer.